Goedemiddag en welkom op de breakout sessie. Wat kan jij betekenen in het netwerk Iedereen Verdient Vakantie? Ik ben Karin Geboers en ik vertel jullie graag meer over ons mooie netwerk. Ik heb helaas maar een paar minuten tijd, maar als je graag meer weet, dan nodig ik u alvast uit om straks aan te sluiten in de netwerk lounge. Je kan ook tijdens deze sessie een vraag stellen of iets delen. Aan de rechterkant van je scherm zie je de Q&A en daar kan je je vraag stellen. We proberen om op elke vraag een antwoord te geven. Vandaag in deze sessie of straks in de Network Lounge of op een later moment. Voor we van start gaan met het verhaal, lanceer ik graag nog even een poll om te kijken wie hier mee aan het volgen is. De vraag is, ken je het netwerk Iedereen Verdient Vakantie? De antwoorden, ja, ik ken het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. B, nee, ik ken het nog niet. En C, ja, ik ken het netwerk en ik ben ook al partner in het netwerk. Dus ook deze poll verschijnt aan de rechterkant van uw scherm. Vul hem gerust even in. En ik wil u eventjes meenemen in een droom van ons. We hebben een tijdje geleden een filmpje gemaakt over waar dromen we over in de toekomst. Hoe moet het netwerk eruit zien in 2030? Ik neem jullie graag eventjes mee in deze droom. In 2030 zijn alle vakantieverlangens waar te maken, ook als het moeilijk is. Toeristische partners, sociale organisaties, vakantiegangers, vrijwilligers nemen op een gastvrije manier drempels weg. We zijn hier op een leuke sociale werkplek. Er zijn meer en meer bars zoals deze die een job op maat aanbieden. Iedereen is welkom. Ze serveren hier iets lekkers terwijl je gras duint in het aanbod op een handige app. Wil je dit weekend nog ergens naartoe? Geen probleem. Het is eenvoudig om iets te boeken, zelfs last minute en zonder administratief gedoe. Gedaan met complexe prijstabellen. Toeristische partners hanteren vandaag een vaste prijs per nacht. Veel minder rekenwerk dus. Daar heeft iedereen voordeel bij. Elke sociale organisatie heeft een netwerk aan vrijwilligers die snel kunnen ingaan op vragen uit de buurt. Je hoeft je geen zorgen meer te maken. Trein, tram en bus zijn overal aangepast aan iedereen. Vandaag is er in elke gemeente een rap-op-stap-kantoor. Lekker dichtbij en bereikbaar. De kantoren zijn elke dag open en hier staat altijd iemand klaar om je snel op weg te helpen. Musea en exposities kan je vandaag ruiken, proeven en voelen, zodat ze voor iedereen een waardevolle beleving bieden. Na een vakantie kan je tijdens een gezellige lunch napraten over je avonturen met iemand van het Rap op Stap kantoor of met iemand van je sociale organisatie. Wist je trouwens dat er in elk sociaal restaurant een volwaardig aanbod voor alle voedingswensen beschikbaar is? Alle leuke activiteiten zijn laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Van nieuwkomer tot ambassadeur. Nieuwkomers worden in de buurt warm en open onthaald, waardoor ze snel deel uitmaken van de gemeenschap. Oplossingen zoeken voor het wegnemen van drempels doen we samen, met iedereen. Zoveel mogelijk verschillende partijen rond de tafel. Er is ruimte voor experiment, voor creativiteit, voor participatie. Zorg en vakantie combineer je zoals je dat zelf wil. Onze toeristische partners proberen aan ieders noden tegemoet te komen, met veel zorg en volledig op maat. En hoe weten we dat dit echt mogelijk is? Omdat al deze verhalen al werkelijk gebeuren. Zo, dat is onze droom voor in de nabije toekomst. Maar wie zit er nu eigenlijk al in dat netwerk? Want dat zijn in de eerste plaats veel partners, meer dan 2500. En ik begin graag te vertellen over de toeristische partners. Zij bieden daguitstappen aan, groepsverblijven, vakantieverblijven en georganiseerde vakanties.
En we willen zoveel mogelijk zaken kunnen aanbieden waarvan een kind in de klas van zijn vriendjes hoort dat ze er ook naartoe zijn geweest. Dus niet alleen het prachtige kakelend kippenmuseum, maar ook centerparks en ook de kazoovakanties. Deze toeristische partners die bieden uit eigen zak kortingen aan. Dus er zijn geen subsidies mee gemoeid. En we gaan dus duurzame partnerschappen aan. De toeristische partners die vullen via onze boekingsmodule een online overeenkomst in met aanbod en prijzen. Nu, hoe geraakt dat aanbod tot bij de mensen? Daarvoor werken we met een 2000-tal sociale partnerorganisaties. En zij bereiken de mensen via hun werking. Daar gebeurt ook de inkomenscheck. En deze organisaties kunnen met een eigen login uitstappen en vakanties boeken. Jaarlijks doen we ongeveer voor een 150.000 Vlamingen en Brusselaars een boeking. Dan hebben we ook nog overige partners. Dat is een heel gevarieerde groep. Ik ga daar straks een paar voorbeelden van geven. Maar dat zijn bijvoorbeeld de stad Gent en de stad Damme, die de toeristentax laten vallen voor de provincie Oost-Vlaanderen, die ingezet hebben op het creëren van een stevig rap op stap netwerk in hun provincie. Ons netwerk is een publiek-private samenwerking. Dus Toerisme Vlaanderen als overheid faciliteert het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Wij nemen ook initiatief om dit netwerk te verbinden en te versterken. En alle schakels in de vakantieketen die dragen vanuit hun eigen sterkte hun steentje bij. Ik zei net al wie die actoren allemaal zijn. Dat zijn de uitbaters, de ondernemers, die hun accommodatie toegankelijk maken, die kortingen voorzien uit eigen zak en een doorgedreven dienstverlening. De sociale organisaties en ook doorverwijzers, zij zorgen voor toeleiding naar het aanbod en zij sensibiliseren ook over het recht op vakantie. Dus zij versterken onze boodschap. Vakantiegangers die zijn heel belangrijk om andere vakantiegangers ook warm te maken door ervaringen te delen en ook een soort van ambassadeurschap op te nemen. En dan de andere partners, die gaf ik net al als voorbeeld aan. De Limburgse professor Lambrechts die heeft een mooie quote over ons netwerk gegeven en ik wil die graag eventjes delen met jullie. Dat jullie krachten verbinden met elkaar is de essentie. Dat maakt dat het werkt. Wat ook straf is, dat je iedereen in zijn waarde laat. Nu, wat kan jij betekenen in het netwerk? Ik deel met jullie graag enkele inspirerende doeners. Onze toeristische partners, die doen niet mee om in hun laagseizoen de kamers te vullen. Zij doen mee vanuit een oprecht engagement. Ik heb hier twee voorbeelden. Cathy van Botel in Ophoven. Wij delen onze verhalen van getuigenissen over het belang van vakantie op onze website Verbind Je Verhaal. En op een gegeven moment hebben we daar een verhaal van grootouders gedeeld. En die uiten in hun gesprek met onze reporter, dat ze heel graag een keertje op een boot zouden willen slapen. Cathy van het hotel heeft dat gelezen en ze heeft die mensen spontaan uitgenodigd om mee op vakantie te komen bij haar in de boot. Goni is ook al enkele jaren toeristische partner in het netwerk. Zij gaat zelfs zo ver om mensen op te pikken aan het station van Lommel als ze met het openbaar vervoer moeten komen. En ze biedt ook gratis activiteiten zoals een fiets of een minigolf aan als mensen bij haar op vakantie komen. doorgedreven gastvrijheid. Dat zien we heel vaak. Iemand die in toerisme werkt, die heeft een passie voor mensen. Dat kan niet anders. Maar soms krijgen we ook heel vreemde vragen. Zoals een tweetal jaar geleden was er een gezin waarvan het jongste zoontje heel veel allergieën had. En zij hadden voor de zoon een mobiel laten ombouwen
zodat die helemaal gepast was voor hun jongste kind. Maar ze waren op zoek naar een verblijf waar de mobiloom vlak bij de kamer geparkeerd mocht worden, terwijl het gezin in het hotel verbleef. En in ons netwerk is daar veel reactie op gekomen. En het gezin heeft een fijne vakantie gehad. Een klein gebaar, maar het betekende wel heel veel in het leven van dat gezin. Ook Alexander van Dreigersnest verwoordt het heel mooi. Hij zegt, het is maar zo simpel als oogcontact maken en een vriendelijke glimlach geven, zodat mensen weten als ze met iets zitten dat ze welkom zijn om tot bij jou te komen. Soms krijgen we ook koepelorganisaties die contact zoeken met ons. En ik heb hier twee voorbeelden gegeven. FERM, de vroegere KVLV, als ik me niet vergis. Zij wilden iets doen voor ons doelpubliek en ze wisten niet goed hoe. Dus ze hebben contact opgezocht met ons. En natuurlijk is de KVLV heel erg bekend voor hun kookboek. En samen met enkele organisaties hebben we een kookboekje op maat van onze gezinnen ontwikkeld met kindvriendelijke gerechten en gerechten die geen fancy ingrediënten nodig hebben. En mensen die via ons een vakantie in zelfkookformule boeken, die krijgen nog steeds zo'n kookboekje mee. Ook Johan van het Davidsfonds, die wilde iets doen in het kader van het Vlaamse Meestersproject. En we hebben hen in verbinding gebracht met een organisatie uit het Leuvense. Die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. En ze zijn samen naar Bokrijk geweest. En dat was ook een hele mooie ervaring. Nogmaals, deze verhalen vind je terug op onze website verbindjeverhaal.be als je nieuwsgierig bent om meer te weten. Cruciale tussenpersonen. Ik zei dus al, we hebben een 2000-tal sociale partnerorganisaties. En ja, die zijn net als toeristische uitbaters een onmisbare schakel in het hele gebeuren. Want zij kennen hun mensen en zij begeleiden ook de vakantiegangers van A tot Z. Een voorbeeldje van Orenda hier, die neemt de boeken mee om echt te vertellen over de mogelijkheden. Want sommige mensen denken, vakantie is niet bereikbaar voor mij. En als ze dan de brochures van Iedereen Verdient Vakantie zien, ja, dan zien ze toch wel dat er mogelijkheden zijn. Een ander voorbeeldje van Marina, dat heeft mij ook altijd heel erg aangegrepen wat ze vertelde. Onze groepsvakanties zijn pas een derde stap. Wat zijn die eerste stap dan? Wel, dat is een ontmoeting, soms in de vorm van een picknick, waar de vakantiegangers die in groep op vakantie zullen gaan, elkaar eerst leren kennen, afspreken welke activiteiten ze willen doen. Een tweede stap is dat ze samen een daguitstap plannen met het openbaar vervoer. Want dan blijkt vaak dat er heel veel gezinnen nog nooit de trein hebben genomen. Het is ondenkbaar, maar het is wel zo. En pas die derde stap is dat ze samen vertrekken op vakantie. Niet alle mensen zijn aangesloten bij een sociale organisatie. En daarom is er Rap op Stap. Een Rap op Stap kantoor, dat is een vrije tijds- en vakantieloket waar mensen die recht hebben op de sociale tarieven terecht kunnen met hun vakantiewensen. De kantoren die worden deels opgericht door lokale besturen, waar een professional het kantoor uitbaat of een groep vrijwilligers coacht. Een ander deel van de kantoren zit binnen vrijwilligersorganisaties. En nog een derde vorm is het sociale tewerkstellingsproject van Horizont VZ2 in Limburg. Zij baten 11 kantoren uit. En Horizont is ook de pionier van het Rap op Stap verhaal. Dus zij richtten in 2008 het eerste kantoor op in Hasselt. En ondertussen zijn er al 103 kantoren in heel Vlaanderen en Brussel. En zitten er nog een heel aantal in de pijplijn. Er zijn ook uitbaters die hun vakantieverblijf rolstoel toegankelijk maken. Ook dat is doorgedreven gastvrijheid. En een mooi voorbeeld hiervan is de Bed & Breakfast Altijd Genieten. Die ligt in Dammen. Altijd Genieten heeft een A-plus label. Dat wil zeggen dat het gebouw comfortabel en zelfstandig toegankelijk is voor mensen met een beperkte mobiliteit.
En de uitbaatster Kathleen die gaat nog een stapje verder, want in haar BNB kan ze ook tegemoetkomen aan zorgvragen. Er zijn aangepaste bedden, er is zelfs een hooglaagbad. En Kathleen zelf is ook verpleegster. En sinds 2016 doet ze ook mee als aanbieder die kortingen aanbiedt via Iedereen Verdient Vakantie. Onze vakantiegangers die hebben natuurlijk ook een grote rol in ons netwerk. Vakantiegangers worden ambassadeurs. Dat zijn vakantiegangers die ooit uitgenodigd worden op gesprekken, op ronde tafelgesprekken, omdat we willen altijd praten met en nooit over. En we merken dat vakantiegangers een grotere rol willen opnemen in hun eigen regio om te vertellen over het recht op vakantie. Ze staan ook altijd iedereen te verwelkomen op ons jaarlijkse forum, vakantiepart of Iedereen Verdient Vakantie. Daar ga je ze zeker ontmoeten. Maar ook zij spelen een heel belangrijke rol in ons netwerk. Hoe kan jij nu al meedoen? Wel, vind ons leuk op Facebook, op Instagram, volg ons op Twitter. En je kan de vele getuigenissen op Verbind Je Verhaal lezen en delen. Zo, we hebben daarnet een poll gehouden. Je kan ook vragen stellen via de Q&A. Eens kijken, ik ben zelf even benieuwd naar welk publiek hier zit. 35% zegt ja, ik ken het netwerk. En 7% zegt nee, ik ken het nog niet. Dus ook fijn dat jullie erbij zijn. En ja, ik ken het netwerk en ik ben partner in het netwerk. Dat is toch 58%. Dat is heel fijn. Eens kijken of er al vragen zijn binnengekomen. Ik kan jullie nu eigenlijk ook al vertellen. Stel dat het kriebelt. En dat is dan vooral aan de 7%. Stel dat het kriebelt om mee te doen. Je kan naar iedereenverdientvakantie.be surfen en daar klikken op doe mee. En daar zie je ook al veel mogelijkheden om ook een betekenisvolle rol op te nemen in ons netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Ik kijk eventjes of er ondertussen nogal vragen zijn binnengekomen. Nee. Wel. Excuseer voor de stilte, maar ik ben een vraag aan het wachten. Misschien ben ik helemaal duidelijk en compleet geweest in mijn verhaal. Des te beter. En straks hebben we natuurlijk ook nog de mogelijkheid in de netwerk lounge om bij te praten. Er is een vraag binnengekomen en die luidt, is er een minimum engagement? Er is geen minimum engagement. Iedereen die iets wil doen, dat is prima. Natuurlijk, afhankelijk van wie de vraag komt, als je als toeristische aanbieder mee wil stappen in het verhaal, dan is het best dat we een keertje een face-to-face gesprek organiseren om de mogelijkheden te bekijken. Voor sociale organisaties is er ook geen grens gelegd. Dus een volgende vraag. Zijn de filmpjes en interviews straks toegankelijk? Ik geloof wel dat die gedeeld worden met iedereen die ingeschreven heeft. Dus heb je nog een vraag? We komen straks elkaar tegen in de Network Lounge. En dadelijk zijn er ook de plenaire sessies over het instrumentarium en over marketing tactics. Dus zeker ook daar een kijkje gaan nemen. En wij gaan eruit voor een koffie. Tot straks.